We hebben een heel mooi programma. We gaan het onder andere hebben over het leven dat steeds duurder wordt. Het gas in Nederland wordt steeds duurder. En we gaan het hebben over dumpster diving. Dat is een manier om geld te besparen. Voor de rest gaan we het hebben over het milieu, stikstof en wat dat allemaal te maken heeft met ondersteboven. En natuurlijk gaan we het hebben over Olivia Newton-John. Als een plaatje uit de jaren 80. Huilen bij de disco. Noemen ze dat nog een disco? Dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Welkom bij Ondersteboven. Het enige radioprogramma dat wordt gepresenteerd uit Eltham-Australië. En natuurlijk vanuit Nederland, vanuit Ede. En ik kijk naar Erik. En Erik die heeft al gezegd van dat mag je nooit uitzenden. Want jij zit er nogal speciaal bij, Erik. Ja, ik zit er speciaal bij. Maar gelukkig is radio geen tv. En trouwens, de presentatie komt niet uit Ede. Want daar wordt de techniek gedaan. Maar dat komt uit Tilburg. Hè, ook, hè? Oh, dat komt natuurlijk uit Tilburg. Ja, nou ja, voor mij is het natuurlijk allemaal één pot nat. Hè. Als het uit Europa komt, dan komt het uit Europa. Dat is voor mij allemaal hetzelfde. We hebben een heel leuk programma, Erik. We gaan het onder andere hebben over het gas dat steeds duurder wordt. Ja. Deze week kwam het weer in het nieuws. Het leven wordt duurder en voor heel veel mensen is dat onbetaalbaar. En dan zijn er dus heel veel manieren om geld te besparen. En daar gaan we het eventjes over hebben. En zoals ik het in de intro zei, we gaan het ook even hebben over het milieu en stikstof. Want tijdens de week dan sturen we elkaar allemaal appjes. En jij stuurde een nogal aparte foto naar me toe. Ik ben benieuwd welke je bedoelt. Jij bedoelt met dat afval, met haar verven. Ja, nee, ik bedoel niet die foto van jezelf. Nee, die andere foto. Ja, juist, met dat haar verven. Wat voor afval een mens produceert per dag. Dat is onvoorstelbaar. Ja, daar gaan we het straks even over hebben. En jawel, Olivia Newton-John, die claimen we altijd als zijnde een Australische. Maar dat is eigenlijk is ze Brits. Ze is op haar vijfjarige leeftijd is ze verhuisd naar Australië. En later ging ze ook weer verhuizen naar Engeland en naar Amerika. Olivia Newton-John, die kennen we natuurlijk nog wel van die film Grease. Die heb je natuurlijk gezien. Wat vond jij nou eigenlijk van die film? Want ik heb een bepaalde gedachte daarbij. Maar dat ga ik ze dadelijk vertellen. Maar ik ben heel benieuwd wat jij ervan vond. Nou ja, kijk, toen ik hem voor de eerste keer zag, toen was het natuurlijk fantastisch. Hè? Het was Grease, dat was het gewoon. Ik geloof dat ik die film 8, 9 keer gezien heb. En ik was naar de bioscoop gegaan. Ik keek hem toen op video, hè? VHS-systeem was dat toen nog. En toen heb ik hem ook aangeschaft. Ik geloof dat ik hem nog ergens heb liggen. Ja, toen was het heel booming, weet je. Maar als je hem nu bekijkt, ja, dan denk je van met die technieken die ze nu hebben om films te maken, is het natuurlijk heel anders dan toen, hè. Maar ja, jongens, luister eventjes. Er is een icoon heen gegaan, hè. Olivia Newton-John. Het was echt ook wel mijn held, want ja, het was mijn tijd, hè. Maar wat vond je nou van de verhaallijn? Want voor de mensen die dat niet gezien hebben, ik denk dat maar twee in de wereld het niet gezien hebben. Maar goed, het gaat natuurlijk over twee jongeren en die ontmoeten elkaar op vakantie en dat is allemaal heel romantisch, maar allebei hebben ze een bepaald imago. Althans, de man heeft een bepaald imago gespeeld door John Travolta. Dat is een enorme macho die rookt en leren jackie en dat soort dingen. En die Sandy die is natuurlijk heel erg braaf. En uiteindelijk komt het er dan op uit dat die Sandy dan ook heel erg stoer wordt. Maar dan ook gaat roken en met zo'n leren jackie. Hoewel die, hoe heet die man ook alweer? Weet ik niet meer. Hij doet het omgekeerde. Dus hij gaat dan heel erg braaf gekleed. Omdat hij toch bij die Sandy wil zijn. Maar uiteindelijk komt het erop neer. Dat ze dus allebei met een sigaret in de mond in een leren pakje zitten. En ik vraag me af of dat soort einde, of dat nu nog kan. Ja, dat vraag ik me ook een beetje af. Maar het was toen ook een onderwerp wat in de samenleving leefde. Hè? Want er was heel veel agressie toen. Hè? Want nu merken we het ook, hè? Heel veel agressie. Maar toen was het ook. En toen, ja, de jongeren van toen wilden toen ook allemaal een beetje het macho gedrag vertonen. En ja, dat maakte hun toen ook duidelijk eigenlijk. Hè? Althans, John Travolta die had die rol. En Sandy was een meisje wat je geeft het al aan, hè? Netjes was, niet veel dingen deed die je God verboden had. En die werd toch zwaar beïnvloed door hem uiteindelijk, doordat ze dat ook allemaal ging doen. Ja, en dat was toen die samenleving ook. Hè? Mensen werden door elkaar beïnvloed. En er werden toen in de tijd ook verhalen over naar voren gebracht in praatgroepen, in discussies. Moeten we doen met het geweld bij de jongeren en bla bla bla. Dus de film heeft toen ook heel veel teweeg gebracht, hè?
Maar het verhaal dat is eigenlijk gelijk aan de West Side Story. En ook weer gelijk dan aan Romeo en Juliet. En ja, eigenlijk is het dan geïnspireerd door Shakespeare als je het zo bekijkt. Ja, zo moet je het eigenlijk zien. Ja, toen waren de onderwerpen allemaal geëikt op één soort ding. En dat was het. Men had niet veel inspiratie daarin. En toen kwamen ook, zeg maar, de discussies na een film. Hè. Tegenwoordig heb je eerst een discussie over een onderwerp en dan wordt er een film over gemaakt. Maar toen was het zo, er werd een film gemaakt over iets wat speelde. Of tenminste iets wat men bedacht. En toen dacht men, maar dat is eigenlijk ook in de huidige samenleving terug te schakelen. En toen ging men erover praten. Dus het was toen eigenlijk een beetje een omgekeerde wereld. Maar ja, buiten dat, ja, ik blijf het natuurlijk. Toen ik het hoorde van Olivia Newton-John dat ze overleden was, want ze is aan borstkanker overleden, zeg maar, uiteindelijk, hè, want daar heeft ze zwaar tegen gestreden, was het toch best een schok, hoor. Want er is weer iemand overleden uit mijn tijd. En ja, dat zal steeds meer gaan voorkomen, hè. Ja, als je ouder wordt, komt er steeds meer voor. We hebben trouwens, heel vaak heb je dan, dan wordt er een, na iemands dood, dan wordt er een of ander gebouw naar die persoon vernoemd. Hè. Maar wij hebben hier, in Melbourne, hebben we het Olivia Newton-John Center. Dat is een center bij het ziekenhuis. Dat is volgens mij gericht op kanker. En dat was er dus al lang voordat ze overleden was. Dus ze hebben eigenlijk al heel lang hebben ze haar aanbeden. We gaan het zo dadelijk even hebben over... Even iets over zeggen, Jan-Willem. Ze krijgt ook nog een staatsbegrafenis, geloof ik, hè? Bij jullie, hè? Ja, dat klopt. In Victoria. Dat hebben ze dat hebben ze geaccepteerd. Dat is hier in Victoria. Melbourne ligt in de staat Victoria. Ja, dat klopt. Dat gaat hier gebeuren. Ja, dat is toch wel heel bijzonder, vind ik, hoor. Volgens mij is dat nog nooit een actrice... Heeft een actrice dat nog nooit voor elkaar gekregen. Volgens mij heeft Marilyn Monroe dat ook in Amerika nog nooit voor elkaar gekregen. Een staatsbegrafenis. En Olivia Newton-John, die krijgt het wel anno 2022 voor elkaar om zo begraven te worden. Ik vind dat toch wel, misschien wel terecht. Want ja, Olivia Newton-John was ook een beetje wel het visitekaartje, vind ik, voor Australië, hoor. Vind ik zelf. Ja, dat klopt wel. Olivia Newton-John, die spreekt inderdaad wel tot de verbeelding. Ik vind trouwens over het algemeen dat er wel best wel wat goede acteurs teweeg hebben gebracht hier. En volgens mij komt de helft, die komt daar uit Neighbors tevoorschijn. Maar dat is een heel ander verhaal. Dus dadelijk gaan we het even hebben over het heel zwaar onderwerp. We gaan het hebben over het milieu en over afval. En dat heeft allemaal met dat fotootje wat je doorstuurde te maken. Ja. En ook wat je erbij zei. Maar eerst even een plaatje. En zo dadelijk gaan we het dus hebben over milieu, stikstof, afval en wat we eraan kunnen doen of wat we er niet aan kunnen doen. Boven, we gaan het even hebben over stikstof. Ja, het zal je niet ontgaan zijn. Nederland zit natuurlijk in een stikstofprobleem. Dat lijkt een probleem van Nederland alleen te zijn. Dat is natuurlijk niet alleen maar een probleem van Nederland alleen. En daaraan gerelateerd is eigenlijk het hele algemene milieuvraagstuk. En Erik, die mailde mij een foto toe. En dat was van haarverf. Toen dacht ik meteen één ding. Dat is niet de haarverf van Erik. Dat kan bijna niet. Nee. Ik verf het niet. Ik laat de natuur een vrije loop. Hè. Als ik grijs word, word ik grijs. Word ik kaal, word ik kaal. Nee, dat moet je niet aan de norm. Maar ja, vrouwen ken je wel. Hè. Die willen er altijd zo lang mogelijk jong uitzien. Hè. Ja, dat is me ook wel eens verteld. Maar je had er een verhaal bij. Ja, nou ja. Ik moet je zeggen, ik ben dan zelf heel veel met het milieu bezig. Alleen maar om financiële kwesties. Omdat je natuurlijk heel goed moet scheiden hier in Nederland. Want als je dat niet doet en je doet bijvoorbeeld plastic in een bak waar het niet in hoort. En ze zien dat, dan krijg je een waarschuwing. En na de tweede waarschuwing krijg je een boete van €75. Dus ik moet daar heel goed alert op zijn. Dat ik alles wel goed scheid en in de juiste bak doe. En toen dacht ik van, nou laat ik dat eens op een dag bijhouden, weet je wel. Van wat voor afval produceren we eigenlijk per persoon waar we eigenlijk zo doorheen wandelen. Terwijl dat wel een feit is, weet je. Kijk, ik heb sowieso één grote afvalbak met afval die zo de verbrandingsoven in moet. Want dat is dat noemen ze het restafval hier in Nederland. Maar dat zullen ze in Australië ook zo noemen, denk ik. Mm-hmm. Ja, dan heb je natuurlijk dat je papier moet scheiden. Je moet plastic scheiden. Je moet, blikjes en zo en noem maar op. Die mogen dan weer bij plastic. Ja, ik heb dat ook nooit begrepen, maar zo is dat. Nou, en
als je ziet wat voor plastic en wat voor papier er op een dag, zeg maar, verdwijnt in de afvalbak, dan denk ik van, wat wordt er toch een hoop restafval gecreëerd door de mens aan de ene kant. En aan de andere kant proberen we het allemaal weer te recyclen en te minderen. Maar ja, bijvoorbeeld 1H-verfbeurt, hè, nou ja, je hebt het in de WhatsApp gezien, moet je kijken wat een afval dat oplevert. Dat is niet te veel, maar dat zijn handschoentjes. Dat is een gebruiksaanwijzing die je niet nodig hebt. Want al die vrouwen doen dat al vanaf het moment dat ze grijs worden. Dus die moeten dat elke 2-3 weken doen. Dus die weten echt wel hoe dat werkt. Dus die hoeft er echt niet meer bij te zitten. En als ze het toch willen weten, kunnen ze het op internet vinden. Een tube, een kammetje, nou ja, een kartonnen doosje waar het in zit. Nog een tubetje. Nou ja, nog wat plasticjes en staafjes. En toen dacht ik dat ik het gehad had. Nee, zegt ze, deze moeten er ook nog in. Ik zeg, oh, wanneer gaan die erin? En nou, zodra ik gedoucht heb, moet dat ook nog gebeuren. Ik zeg, oh. Ik zeg, dus je spoelt alles ook nog een keer uit. Dus al die afval die ik al heb laten zien op de WhatsApp, daar komt nog ook nog een keer het vieze water bij met al die chemicaliën van ammonia. En dat komt ook nog in ons drinkwater, want dat spoelt ze weer gewoon onder de douche uit. Ja, en wat heb je er toen aan gedaan? Nou, ik heb er weinig aan gedaan, want daar is niks aan te doen natuurlijk. Want mensen willen dat. En ja, om mijn betere helft natuurlijk op het rechte pad te krijgen dat ze haar niet meer verft, dat heb ik al lang opgegeven. Maar daar gaat het op zich niet om. Het gaat eigenlijk om het feit van, moet je eens kijken, van één product wat je al een afval hebt in één klein rotdoosje, weet je, wat zo de recycling in gaat. Mm-hmm. Kijk, en dan is dat voor plastic en voor karton. Ja, is dat nog niet zo erg? Want ik neem aan dat dat goed gerecycled wordt. Dus dat kartonnetje vinden we over een jaar wel weer in een pak beschuit of zo als verpakking. Of weer misschien wel een nieuwe doos voor een haarverfmiddel. Maar die tubetjes, weet je, en dat chemische materiaal wat erbij zit, ja, dat kunnen ze niet recyclen. Dus dat moet verbrand worden. Dus heb je weer een milieuschade. Ja, ik vind dat klopt. Ja, dus daar zou je dan wat aan moeten doen, toch? Ja. Maar wat? Ik zag dat en daaronder schreef je water naar de zee dragen. Toen dacht ik van, maar als je er wat zelf aan gaat doen, dan help je toch een klein beetje mee om dat te verminderen, of niet? Ja, maar ten eerste, zolang het verkocht wordt in de winkel, hè, en dat er van deze, deze haarverfmiddelen bijvoorbeeld dagelijks verkocht worden aan miljoenen vrouwen wereldwijd, denk ik wel. Hè, wat moet ik eraan doen dan om dat tegen te gaan? Ik kan zeggen van, ik koop dat niet meer bijvoorbeeld. Hè? Of ik kan mijn betere helft overhalen om dat niet meer aan te schaffen. Nou, dat krijg ik toch niet voor elkaar, want ze wil niet grijs worden. Dus ze moet dat spul gebruiken. En zij denkt weer iets anders over het milieu als dat ik het doe. En dan, dan denk ik, aan de ene kant is er zoveel afval. Aan de andere kant willen mensen stikstof verminderen. En moet je minder met de auto rijden. En ja, dan is het een beetje een weegschaaleffect. Aan de ene kant ga je weer minder gebruiken. Aan de andere kant wordt er weer meer gebruikt. De kolenmijnen gaan weer open. De kerncentrales gaan weer open. Dus dat gaat weer aan de andere kant omhoog. Ja, wat ben je dan in hemelsnaam? Nou ja, ik word daar toch soms een beetje deprimerend van. Je wordt er een beetje moe van. Maar uiteindelijk heeft het misschien toch wel effect, hè? Als je dus minder, als mensen minder zouden gaan auto rijden. Ja. En stel je voor, men produceert ongeveer hetzelfde hoeveelheid afval, gaat minder auto rijden, dan zou dat toch effect moeten hebben? Ja, maar dat doen ze niet. Ze blijven auto rijden. Want hoe hoog die benzineprijs ook is, we hebben dat gezien. Weet je, mensen blijven auto rijden. Mensen blijven haarverf kopen. Mensen blijven producten kopen in de winkel in plasticjes, verpakkingen. Ja, dat blijven ze doen. Dat kun je nooit, dat krijg je er nooit uit. Het is volgens mij gewoon ook, als we op die verpakkingen geëikt blijven, het is ook aan de leverancier, hè, om dat op een andere manier te doen, weet je. Er hoeft geen plasticje in dat doosje waar weer een tubetje in zit, weet je. Maar dat hoeft niet. Laat dat plasticje weg bijvoorbeeld. Dan heb je alweer een begin gemaakt van minder afval.
Dat heb je toch, oké, okay, ja, maar goed, maar kijk, volgens mij, als de consument dus zegt van, weet je, wij willen dat niet meer, dan gaat de producent gaat dat ook niet meer produceren. Dus het begint eigenlijk ook met de consument, hè, wat de consument wil en wat zij zeggen van, nou, dit gaan we niet meer kopen. Nee, maar het merendeel van de consumenten, die willen dat. Dus die kopen dat. Dus daar kun je als ik dat potje haarverf zal laten staan. Ik zeg tegen mijn betere helft in de winkel, nee, dat koop je niet. Je loopt maar lekker door, je krijgt het niet. Hè? Dan verandert dat niks aan het milieu, want het is maar één potje haarverf. En als 100 mensen dat doen, dan verandert er ook nog niks. 1000 verandert er ook nog niks. Nou, daar kom je niet eens aan. Mensen interesseren het niks, denk ik. Die hebben daar totaal geen interesse. Als je al niet bij jezelf begint, dan is het einde toch ook zoeken of niet? Dan kan je moeilijk wat zeggen of niet. Kijk, je moet natuurlijk zelf wel wat doen. Dat is natuurlijk een oude. Als je zegt van, ja, mij maakt het allemaal niet. Als je zegt van, ik ben heel milieubewust. Maar zelf zeg je van, nou, ik doe er verder niet zoveel aan. Nee. Dat klopt niet helemaal, of wel? Nee, maar ik zelf ben niet milieubewust. Hè. Ik doe het alleen maar financieel. Hè. Kijk, zodra ze bij de gemeente zeggen, pleur alles weer in één bak, dan pleur ik alles weer in één bak. Ja, ja, je bent niet milieubewust, maar je hebt het er nu wel over dat je het allemaal heel erg vindt. Dus ja, natuurlijk, maar het is ook erg, weet je. Want het irriteert mij dat ik aan de ene kant moet ik dingen doen om het milieu te sparen, want anders krijg je daar een boete voor. En aan de andere kant gebeuren de dingen, weet je wel, in de wereld, wat weer het milieu belast. En dan denk ik van, ja, jongens, het heeft allemaal geen nut meer. Als we allemaal maar met dat milieu bezig zijn en aan de andere kant worden er gewoon kolenmijnen opengeflikkerd en we mogen in Frankrijk weer harder rijden op de snelweg, terwijl in Nederland de snelheid op de snelweg terug moet, omdat we anders geen huizen kunnen bouwen voor de stikstof. Dan denk ik van, ja jongens, maar dat milieu dat stopt niet bij de grens. Hè? Dat moet wereldwijd aangepakt worden, hè. En dat als we in Nederland niet meer hard mogen rijden voor het milieu, dan moeten ze dat in Frankrijk ook doen. Maar nee, zegt Frankrijk, je mag nou 10 kilometer harder rijden. Maar wacht eventjes. Het stikstofprobleem, dat is wel echt een Nederlands probleem. Nederland die stoot bijna 4 keer zoveel stikstof uit als de andere landen per hectare. Ja, maar die andere landen die zitten ook met dat stikstofprobleem. Duitsland die heeft het ook, alleen die mogen meer stikstof uitstoten als in Nederland. Een boer in Nederland bijvoorbeeld, die aan de grens zit, die moet zich aan bepaalde stikstofregels houden tot een bepaald percentage. En een meter verder is de Duitse grens, daar is een stukje land van een Duitser en die hoeft zich er niet aan te houden of in mindere mate. Nou, die stikstof die gaat echt die grens wel over, hoor. Dat is één Europa, denk ik, weet je. Dat is wel zo. Maar Nederland, die heeft er zee naar voren. Je kan een hele grote muur bouwen, waardoor je alle stikstof binnen Nederland houdt. Hè? Dus we krijgen niks, geen vervuiling van buitenland. Laten we een grote koepel over Nederland heen bouwen, weet je. Nou, nee, ja, dat is natuurlijk flauw. Ja, maar weet meneer je, Van Vliet, hallo. Dan zit Nederland met een heel groot probleem. Want wij sturen veel meer stikstof over de grens dan dat we dat terugkrijgen. Nederland die produceert 4 keer, 3 keer zoveel stikstof als al die andere landen. 2/3 daarvan, dat gaat naar de buren. En maar 1/3 krijgen we terug. Dus als we een hele grote koepel over Nederland gaan bouwen, nou, dan is het heel snel afgelopen met Nederland. Ja, maar hoe zit dat met die stikstofuitstoot in China dan? Want houden die zich daar totaal niet aan, weet je. Daar stoten de mijnen van hier tot Tokio. En ja, dat komt toch ook op onze aarde terecht? Ja, ik vind het allemaal een beetje wasneus. Maar weet je waar dat stikstofprobleem vandaan komt? Dat stikstofprobleem? Ja, waarom Nederland nu opeens op die stikstof zit? Ja, omdat we willen bouwen. En anders kunnen we geen huizen bouwen. Want daar is ook... Ja, maar waarom is dat? Ja, maar weet je hoe dat komt? Omdat Nederland heeft afgesproken, die heeft een aantal natuurgebieden aangewezen. Dat heeft Nederland zelf aangewezen binnen Europees verband. En Europa, die regelt niet zozeer die stikstof, maar die regelt de bescherming van die natuurgebieden. En omdat Nederland zo klein is, hebben we dus heel veel boerenbedrijven die dicht bij die natuurgebieden zitten. En daar gaat het mis. En dus dan heeft de rest van de wereld, wat dat stikstofprobleem, heeft de rest van de wereld niet zoveel mee te maken. Want Nederland, die zit om hun eigen natuurgebieden heen. En die eigen natuurgebieden, die hebben ze gezegd van, nou, die gaan we beschermen.
Ja, nou, ik moet je zeggen, bij een rondgang hier in de omgeving, weet je wel, door de natuurgebieden heen, waar ik ook wel eens wandel en waar ik wel eens kijk, daar zijn ook boerenbedrijven aanwezig. Ik zie de laatste tijd steeds minder boerenbedrijven. Want die moeten allemaal, ja, zeg maar, de pijpen maten geven, want het is klaar. Want, dat is ook het probleem. Maar volgens mij, we moeten het weer uit het buitenland gaan halen, weet je. Dan moeten er weer vliegtuigen en boten en dan moet het weer van ver weg gehaald worden. Terwijl ik halen blijven gewoon het Nederland halen. Maar goed. Maar misschien, weet je, misschien hebben we de oplossing. Dit gaat dan eventjes niet zozeer over het milieu, maar dat gaat wel over geld en over dat alles duurder wordt. Want daar begonnen we een klein beetje mee. Dus dadelijk gaan we het even hebben over dumpster diving. En over manieren om geld te besparen. Want uiteindelijk zei jij van ik ga het milieu besparen omdat ik geld ga besparen. En daarom, Erik die stuurt niet, die laat iets zien. Volgens mij is dat een rekening, maar ik kan het niet zien. Dus ja, dan gaan we het even over dumpster diving hebben. En we gaan het even hebben over manieren om geld te besparen. Maar we zijn natuurlijk ook een klein beetje een muziekprogramma. Dus kijk eventjes naar mijn geluidstechnicus. Het suiker uit de watermeloen. Sommige mensen denken dat suiker veel gezonder is. Maar ja, suiker is suiker. Of je dat nou uit, weet ik veel wat, krijgt of uit een watermeloen. Het blijft suiker. Maar goed, als je het met een watermeloen binnenkrijgt, is het misschien wel een beetje gezonder. Want de watermeloen zelf is wat gezonder. We gaan het hebben over milieubesparingen en wat je er allemaal aan kunt doen. Nou, Erik die zei het al, het gaat me eigenlijk alleen maar om een portemonnee. Dat kan ik ook wel begrijpen, hè, want het is heel duur als je dus een foutje maakt. En je kan dus verschillende dingen doen. En toen kwam ik op het volgende fragmentje uit. Dat gaat eventjes over dubbel glas. Die verdien je in 12 jaar terug. Dus kan jij je voorstellen dat je gaat dat doen. En dan denk je van nou over 12 jaar dan verdien ik dat terug. Volgens mij als je dat dus gaat doen. Dan doe je dat niet zozeer om je portemonnee. Want dan heb je, over 12 jaar heb je dat terug. Misschien ben je al lang verhuisd. Ik denk dat je dat als verkoper ook niet kan verkopen zo. Want ik ben dan vroeger ook verkoper geweest. Als ik vroeger tegen iemand zeg van nou moest luisteren. Ik heb hier een nieuwe cv-ketel. Die is heel erg zuinig en dat verdien je over 15 jaar terug. Dan zeggen ze nou, over 15 jaar pas. Ik wil het binnen nu en 2 jaar terugverdienen. Kom nou zeg. Ja. Snap je? Dus volgens mij is dat... maar ja, het is wel zo, hè. Want je moet eerst investeren en dan pas haal je het terug natuurlijk. En net als met zonnecollectors ook. En dat duurt ook heel lang, hè. Ja, nou, dat klopt. Nou ja, zonnecollectors, we hebben zonnepanelen op het dak staan. En die hebben we binnen 6 jaar. Dat is nog wel te overzien. Maar die HR-ketel, dat klopt. We woonden toen in Driebergen. Toen hebben we ook zo'n HR-ketel aangeschaft. Want we dachten, dat is goed, hè. Maar binnen 2 jaar waren we verhuisd. Dus degene die daarna gekocht heeft, die was daar heel, heel erg blij mee. Dat was trouwens een hele vervelende vrouw, moet ik zeggen. Dat was echt een hele nare vrouw, vond ik dat. Want die had... Dus ik zal het verhaal even vertellen, maar ik had toen een jong gezin, dus ik had allemaal jonge kinderen. En zij zei van, nou kunnen we misschien vanavond even langskomen, want we willen even wat opmeten. Want ze had dat huis al gekocht, hè. Dus ze komt binnen met een andere man. Nou, dat is allemaal niet erg en zo, hè. Dus dan ga je dat opmeten. Maar op een gegeven moment, toen was het al 10 uur. En toen zei ik van, nou, we willen wel gaan slapen. En toen zei ze van, nou, dat is goed, dan blijven we hier nog even. Ik denk, ja, dan ben je toch wel zo sociaal echt incompetent, dat je dat dus niet door hebt. Hè? Dat je dus dan niet denkt van, goh, misschien moet ik ook maar eens gaan verkassen en uit iemands huis gaan. Nou, ik vond het zo'n vervelende vrouw. Ja, maar ze hadden het huis al gekocht, hè? Dus het was hun huis. Dus ze mochten er al mee doen. Ze wilden toch? Of? Nou, het was niet hun huis, want de overdracht die was dus nog niet geweest. Oh, okay. En ik had toen ook, dat was in Driebergen trouwens, met die makelaar. En op een gegeven moment toen vroeg die makelaar van, kan die vrouw nog even langskomen? Ik zeg van, ja, dat kan wel, maar houd er wel rekening mee dat het een enorme zooi is hier. Want we zitten midden in de verhuizing, dus ik wil daar verder ook niks over horen dat het dan zo zooi is. Want weet je, er lag wat koffie en zo op de grond en zo en een beetje wat een jong gezin. Dus zei ze, nee, dat is allemaal goed. En toen kreeg ik dus 2 dagen later kreeg ik een telefoontje van die makelaar. En die zei van, ja, weet je, je moet je huis wel een beetje opruimen hoor, als er mensen zijn. Ik denk, ja, hallo, ik heb je toch net gezegd van dat het een zooi is. De volgende keer dan laat ik je helemaal niet meer toe. Dan ga je maar fietsen met je makelaar. Ja, goed, maar je hebt uiteindelijk wel het huis verkocht, hè? Want uiteindelijk hebben we het wel het huis verkocht. Het was een hele vervelende makelaar. Die heet Vierhouten overigens in Driebergen. Oh, wat zeg ik nou? We gaan het even hebben over dumpster diving. Weet je wat dat is? Nou ja, ik was een beetje verbaasd. Ik had die naam nog nooit gehoord, maar goed. Dumpster diving is het fenomeen dat je... een dumpster, dat is natuurlijk een vuilbak. En daar ga je in duiken. Ik heb er even een fragmentje over.
Dus je moet je, het volgende moet je even voorstellen. Er staan allemaal van die afvalbakken. Die staan buiten winkels. En winkels die gooien een ongelooflijke hoeveelheid spullen. Die gooien ze weg. Hè. En sommige van die spullen die zitten nog gewoon in de verpakking. En ik heb een kennis. En die doet dus ook aan dumpster diving. Dus die weet precies welke vuilnisbakken ze in moet gaan duiken. Oh, dan doet het ook. Ja, nou toen waren we een keer op met kerst waren we. En toen had ze een enorme... Van die bakken met van die donuts. Hè. Dat waren behoorlijke, ja, best wel dure donuts. En dat waren er heel veel. Ja, zo, nou, dat is goh. Dat is, ja, dat komt uit de dumpster. Dat had ze dus opgepikt uit de vuilnisbak. Ja, nou, ik moet je heel eerlijk zeggen. Dan ben ik ook een dumpster diver. Want ik heb... Verbaas me niks. Ik doe het ook regelmatig in afvalbakken kijken. Dat doe ik om, let op, om geld te verdienen aan het milieu. Want dan ben ik lege flesjes aan het verzamelen waar je statiegeld op kan krijgen. En nou ja, ik kan je alvast melden. Ik heb de afgelopen maand ongeveer €35 aan statiegeld verzameld. In struiken, in perkjes, in afvalbakken. Want als ik zeg maar fiets door de stad heen, dan kijk ik altijd in het rond als ik flesjes zie liggen. Nou ja, en dan rond de €35 heb ik de afgelopen maand verdiend. Nou, dat vind ik nog leuk, weet je. Van €35 kan ik weer een biertje drinken in het café. Zo heb ik bijvoorbeeld ook tijdens de kermis die in Tilburg was. Toen was ik ook aan het dumpster diving, want nou weet ik dus hoe het heet. Heb ik in een afvalbak gekeken, want ik dacht, ja, misschien liggen daar wel flesjes. Toen lag daar een complete dichte verpakking van eten, weet je. Er lag een broodje gezond, er lag eigenlijk van alles nog ingepakt. Dat heb ik toen meegenomen. Dat heb ik gewoon in de koelkast neergelegd, want de datum was nog goed, was nog dicht. En ja, toen zag ik s'avonds mijn betere helft het lekker opeten. Ik dacht van, kijk. Dan komt het toch nog goed terecht. Dus je gaat het zelf niet opeten. Je laat het je beter helft. Laat je dat... Nee, want ik ben helemaal niet gek op broodjes gezond, weet je wel. Maar dumpster diving vind ik wel heel apart. Hè. Dat zie je ook vaak in films. Hè, dat zwervers bij restaurants in zo'n container duiken. Om daar nog eten uit te halen wat weggegooid wordt. Hè. En dan gaat het daar om eten. Maar dat dumpster diving. Ik ben er even ingedoken om het zo maar eens even te zeggen. Maar het eten is één. Maar dat levert je niet echt geld op. Maar als je dus bijvoorbeeld bij elektronica zaken gaat dumpster diving. Ja, dan moet je overigens wel op het privéterrein van die winkel komen. Dat kan je heel veel opleveren. Want er zijn dus heel veel items. Die worden gewoon weggegooid. Omdat ze, ja, weet ik veel wat er is. Een klein beetje mis met de verpakking. Of dan denken ze, weet je, het kost ons meer om dat terug te sturen. Dus dan gooi je het maar weg. En dat soort dingen die dus in de verpakking zitten. Echt ja, hele cd's of weet ik veel maar wat. Ja. Dat levert mensen behoorlijk wat geld op. En ook dingen waarvan je helemaal niet denkt van dat gaat geld opleveren. Ik zag laatst een foto van iemand. En die stuurde mij een foto. Ja, je zal het niet geloven. Maar dat was van een oude parkeermeter. Daar moet je zo'n muntje in gooien. En dan draai je daaraan. En die zei van nou, daar heb ik heel veel geld voor gekregen, joh. Die zei dat hij dus €975 voor gekregen had. Kan je je voorstellen? Dat is wel heel veel geld, ja. Ja, het gebeurt trouwens ook legaal, hè, dumpster diving. Want er zijn ook opsporingsambtenaren die je afvalzakken gaan nakijken op verkeerde dingen. Dat is ook, dat dan eigenlijk ook dumpster diving, hè, toch? Ja, maar die doen het niet echt om wat te krijgen. Maar de vraag is dus inderdaad, nou stip je iets heel moois aan, Erik. Is het nou legaal of niet dat dumpster diven? Ja, nou ja, ze zeggen wel dat het dumpster diving, zodra je iets weggooit, dus als afval buiten neerlegt, dan is het algemeen bezit, hè, dan mag je het pakken. Hè. Behalve als het in de afvalbak zit, zeg maar, dan is het gelijk van de gemeente. Dus als jij het in de afvalbak gooit, dan is het gemeentelijk eigendom, dan mag je het niet meer pakken. Maar ligt het ernaast, dan kun je het gewoon pakken, lijkt mij, want is het, ja, algemeen bezit. Ja, dat doen ze in Amerika trouwens veel slimmer, hè, want... Daar hebben ze bijvoorbeeld, als jij iets thuis niet meer hoeft te hebben, dan leg je dat langs de weg en dan zet je er een bord op gratis meenemen. En dan wordt het vaak meegenomen door mensen. Maar dat hoef je in Nederland niet te doen, want dat mag niet. Hè? Dan moet je echt de gemeente bellen van ik heb afval, ik heb iets waar ik vanaf wil. En dan komen ze dat tegen betaling ophalen. Hè? Ja, dat is hier ook wel zo. Het dumpster diven, dus het duiken in een afvalbak... is dus illegaal, precies wat je zegt. Hè? Want zodra het dus in een afvalbak terechtkomt, dan is het of van de eigenaar van die afvalbak, of het is van de gemeente die die afvalbak, van wie die afvalbak is. Dus het is eigenlijk illegaal. En eigenlijk is het dus heel stom, want die gemeente die gooit het gewoon buiten groot vuil. Hoewel heel veel mensen
daar dus toch veel geld aan kunnen verdienen. Of gewoon hele nuttige dingen uit kunnen halen. Ja, die kennis van mij, die doet dus aan dumpster diving. En die haalt er dus echt van alles uit. En dan krijgen we allemaal van die appjes van, nou, ik heb een aantal schoenen van maat zoveel. Heb je die nodig? Want ik heb ze gevonden. Ja, nou, dat is toch hartstikke mooi dat dat kan. En het is ook voor het milieu goed, hè? Want je gaat dingen weer hergebruiken. Ja, ik moet je zeggen, ik ben de laatste tijd niet alleen voor flesjes aan het kijken, maar ik kijk de laatste tijd ook voor metaal. Want ik ben erachter gekomen dat oud ijzer eigenlijk best wel veel geld oplevert. Want ik heb vorige week, ben ik voor de eerste keer met wat oud ijzer, ben ik naar de oud ijzerboer gegaan om het in te leveren voor geld. En ja, ik was altijd zeg maar een bordje voorgehouden van, oh, we halen bij jou het oude ijzer wel op en het koper en het messing en het aluminium. Want dat levert toch niks op en wij halen het gratis voor je weg. Nou, ik heb dat altijd gedaan. Ik dacht, haal maar op, weet je wel, het levert niks op. Maar ik dacht, nu laat ik zelf eens een keer inleveren, weet je. Dus toen ben ik naar de metaalbewerker gegaan hier in de stad. En ik zeg van, nou, ik heb hier wat spulletjes. Nou, ze hebben het netjes gewogen. Ik had iets van 35 kilo metaal. Nou, dat vond ik best wel veel eigenlijk. En het was allemaal afval, weet je. Van een wasmachine. Van wat oude kranen die ik had. Wat koppelingetjes en noem maar op die ik niet meer gebruikte. Ja, die zou ik dus normaal gratis weggeven. Maar nu heb ik ze zelf ingeleverd. Ik kreeg toch ruim 41 euro voor dat doosje. Nou, dat is best wel goed. Ja, dit is grappig dat je dat zegt. Dat is het laatste wat we erover gaan zeggen. Maar als ik hier dus metaal langs de weg zet. Bij het grof vuil, dan is het echt zo weg. Want er zijn inderdaad mensen die komen dat ophalen. Ja. Vroeger was het hier trouwens zo in Australië dat je op een vaste dag mocht je grof vuil buiten zetten. Maar wat je dan kreeg was dus dat heel veel mensen met karretjes al dat afval gingen gaan om te kijken of daar iets bruikbaars bij zat. Of misschien wel metaal. Dus dan zag je op die dagen zag je dus heel veel mensen met zo'n aanhangwagentje langs de afval gaan om te kijken van of er nog wat zat. Ja, dat kan niet meer. Dus eigenlijk zijn we indirect toch eigenlijk allemaal wel bezig met het vorige onderwerp. Het milieu. We zijn allemaal dingen aan het recyclen. En ik doe het dan voor het geld. En anderen doen het voor het goede gevoel. Nou ja, goed, als beide partijen het zo blijven doen, allemaal massaal, dan hebben we toch een bijdrage, hè, om het milieu beter te maken. Vind je niet? Nou, dat vind ik een heel mooi einde. Zo dadelijk wil ik het even hebben over USB of USB. En USB gestuurde onzinnige dingen. Ik heb er echt een heel lijstje van. Wat nou de USB onzinnige dingen zijn. Want dat je dingen met een USB of een of andere Bluetooth kan aansturen, dat is heel leuk. Maar soms is dat echt enorm onzinnig. En daar gaan we het zo dadelijk eventjes over hebben. We gaan het eventjes hebben over blauw, de blauwe aanraking, oftewel Bluetooth. Of, nou, dat is eigenlijk de blauwe tenen, hoe noem je dat? Nou goed, iedereen in Nederland weet het wat het is. De Bluetooth, en daarmee kan je allerlei dingen op afstand besturen. En ik was dus bij mijn zus een aantal weken geleden toen ik in Nederland was. En ja, je zal het niet geloven, maar die heeft dus een op afstand bestuurbare pepermolen. Jawel, dat is een pepermolen. Die kan je dus via de Bluetooth kan je die aansturen. Dus dan kan je op een appje, op je telefoon, kan je dan de hoeveelheid peper kan je dan reguleren. En toen dacht ik van, ongelofelijk. Wat een ongelofelijke onzin. En ik weet zeker dat jij ook nog wel voorbeelden hebt, Erik. Ja, met Bluetooth dingen besturen, weet je. Ik vind Bluetooth, ik gebruik het nooit meer. Vroeger toen was het hot, hè, toen kon je daar bestanden mee besturen. Nou, dat doe je tegenwoordig via WhatsApp of via een andere, via de mail of weet ik wat. Maar dan was het toen hot, hè. Dan kon je van telefoon naar telefoon via Bluetooth dingen versturen. Maar om je koffiemolen in werking te stellen met Bluetooth, ik denk dat het ook wel een beetje achterhaald is. Want het gebeurt toch tegenwoordig allemaal via wifi en via internet. Want laatst was hier iemand die zegt, ik zet alvast eventjes mijn aircootje aan. Als ik dan thuis kom is het lekker cool. Ik denk, via de telefoon? Ja hoor, wordt zo via de telefoon aangezet. Ja, vroeger gebeurde dat misschien via Bluetooth, maar ik wist niet dat Bluetooth nog zo hot was, Jan-Willem. Ja, nou, ik heb het eigenlijk ook over, ja, Bluetooth, ik gooi alles maar een beetje op één hoop. Ik ben wel niet zo technisch, maar het gaat ook over dat je dingen dus op afstand kan besturen. Ik heb bijvoorbeeld een bureau en daar zit een knopje op. En met dat knopje kan je dat bureau kan je omhoog en omlaag zetten. Op die manier heb je dus een sta-bureau. Dat is heel fijn. Maar die kan ik dus ook via een appje, kan ik die dus besturen.
Ja. Maar dan denk ik van ja, waarom? Want als ik achter het bureau sta, dan kan ik bij dat knopje. En als ik niet achter dat bureau sta, dan heb ik er niks aan. Ja, maar het is misschien handig als jij bijvoorbeeld in een andere ruimte bent en je denkt ik wil gelijk aan de slag, ik zet hem alvast omhoog. Belachelijk onderwerp trouwens dit. Nee, jij hebt het over de slaapkamer, dat is heel wat anders. Maar eventjes terzijde. Ik heb dus ook allemaal dingen die dus op spraak zijn. Hè. Dus dan heb je dus over Google. Dan zeg je, hey Google. Maar die dingen die luisteren dus ook gewoon. Want ik was een keer in de auto. En toen hadden we de navigatie aan. En toen hadden we het over tatoeages op een of andere manier. Met mijn dochter. En toen zei Google. Die zei van, de dichtstbijzijnde tatoeagewinkel is linksaf. Siri. Okay. Nee, maar dat is niet Google, dat is Siri toch? Die geven jou ter antwoord de dingen, want dat heb ik beneden ook, weet je. Mijn betere helft heeft ook Siri en die vraagt tegenwoordig meer aan Siri dan dat ze aan mij vraagt, weet je wel. Ja, maar is Siri niet van Apple en Google van Google? Dat kan. Ja, volgens mij was het zoiets. Maar we hebben dus ook een, dat is heel decadent. We hebben zo'n stofzuiger en die stofzuiger die kan je dus ook op afstand besturen. En die heeft ook een camera. Dus die kan je dus door je huis laten stofzuigen. En dan kan je dus die camera kan je dus aanhouden. En je kan dus ook, als je dus ergens aan de andere kant van de wereld zit, kan je dus die camera inschakelen. En dan kan je dat ding dus door je huis laten lopen. En heel leuk. Maar waar gaan die beelden heen? Hè? Die gaan niet alleen maar naar mij. Die gaan misschien ook wel naar een of ander spionagebedrijf in Rusland of China of in België. Wie weet. Ja. Bijvoorbeeld, maar voor hetzelfde geld zit jij in Nederland met je gezin. Je laat die stofzuiger een eindje lopen. Je ziet in één keer dat er vreemde mensen in je huis zijn. Je kunt niks doen. Bijvoorbeeld. Ja, wat doe je dan? Dan? Ja, dan zal je er eigenlijk ook een paar wapens op moeten installeren. Weet je, dat je op de knop drukt dat je dan ook nog kan schieten of kan spreken via de stofzuiger. Ja, volgens mij gaat het een beetje te ver allemaal. Je hebt ook deurbellen en in die deurbel zit dus een camera en dan kan je dus maar dat is ook discussie over van waar gaan die beelden dan heen, hè? Dus dat blijkt helemaal niet zo veilig te zijn, die camerabeelden die kunnen in principe overal heen gaan, dus ja, dan kunnen mensen dus ook zien wie er aanklopt bij je huis. Ja, nee, dat klopt. Zo'n camera heb ik ook. En die kunnen wij dan alleen zien, althans, tussen haakjes. Want je weet natuurlijk nooit wie er nog allemaal in kunnen loggen en dat via een hack kunnen bekijken. Maar er wordt ook, zeg maar in de gebruiksaanwijzing wordt er gezegd, als je op de website kijkt, dat je de beelden ook kan delen met de politie. Hè? Want de politie die zegt altijd, ja, beelden die zeg maar van de openbare weg, die mag je niet officieel zeg maar maken, hè? Want dat is allemaal in verband met de privacy. Maar zodra er wat gebeurt, bijvoorbeeld in je straat, dan willen ze wel graag die beelden zien. Dan zeg ik, waar hebben we het over? Aan de ene kant zeggen ze het mag niet, want het is privacygevoelig. En aan de andere kant, als er wat gebeurt, dan willen ze die beelden zien. Want je kunt die beelden ook delen, hè, met de politie. Hè. Je kunt ook aangeven, mag gedeeld worden met de politie. En dan krijgt de politie weer een berichtje van dat camerabedrijf en van die deurbel. Dat konden wij ook doen, hebben we niet gedaan. En dan kunnen ze gewoon meekijken in onze straat. Dus stel dat er wat in onze straat gebeurt, dan hebben ze een grote database met allemaal deurbellen en allemaal camera's. En dan kunnen ze daar aanklikken en even kijken wat gebeurt er in die straat. Snap je? Ik vraag me af of dat ook kan met die stofzuiger. Hè? Dat ze dus kunnen meekijken met die stofzuiger. Die stofzuiger die gaat dan de badkamer in en zo. En weet ik veel maar wat, in de slaapkamer. Ja. Ja, ik wil ook zo'n stofzuiger. Nou, ik kan je misschien wel een linkje geven. Dan kan je meekijken naar wat wij doen. Nou, dat ga ik dus niet doen. Maar het zou in principe zou dat dus kunnen. Ja, maar ik heb me inderdaad wel afgevraagd van hoeveel dingen wil je nou op afstand kunnen besturen. Mijn koffiemachine, als ik dan thuis kom, dan is er zo'n slappe bak koffie. Ja, maar ik weet niet. Misschien is het wel handig om bepaalde accessoires op afstand te besturen. Als jij bijvoorbeeld, jij was dan in Nederland, je vrouw was niet mee, die was in Australië.
misschien zijn er wel wat leuke speeltjes die je voor je vrouw hebt in de kast liggen, dat jij die op afstand kan besturen. En dan ben je er toch nog een beetje bij, hè, als ze een spannend avondje wil, bijvoorbeeld. Weet je, nou, daar zeg je eventjes wat. Dat hebben we niet, hoor. Maar er is dus wel, ja, dat is echt waar. Dat is dus een onderbroek. En er zit een of ander verbrild iets in. En die kan je dus via je app kan je die dus bedienen. Dus dan ben je dus, dan kan iemand die onderbroek aandoen. En die kan je dus vanuit een andere kant kan je die dus bedienen. Dat heb ik gezien op YouTube, hoor. Ik heb zo'n ding niet. Maar dat kan trouwens wel leuk als je dan bijvoorbeeld. Het kan wel. Dat is trouwens wel leuk als je dan op je werk bent, bijvoorbeeld. En je waarschuwt je vrouw. Je zegt, nou, ik ben om 10 uur in de vergadering. Als je dan begint, dan zit ik daar. En dat is heel spannend. Dan word ik. Het zijn hele, hele uitdagende dingen. Daar zit volgens mij wel goede handel in. Ja, ik zit nu naar je te kijken, maar nu ik naar jou kijk en hoe je erbij zit, dan krijg ik er hele andere beelden van, moet ik zeggen. Sorry, maar dat is eventjes wat anders. Volgens mij zijn we weer aan het einde gekomen van het programma. Kijk even op de klok, 55 minuten. het was leuk. Onze technicus trouwens, Maarten, die is terug van vakantie. Die hebben hem niet eens gevraagd hoe het nou zat, hoe hij het nou heeft gehad. Maar hij wil meestal niks zeggen. Gaan we het zo dadelijk wel eventjes over hebben. Nee. Volgende week zijn we er weer.